rechterkast, daar zit nu de wasbak in en de radiator heb ik naar achteren verplaatst. Maar daar komt nog meer in, want de radiator zit er, dus je wilt er ook iets kunnen drogen. Ik ga een wasrekje maken van deze vurenlatten en bezemstelen. Jawel. Om te beginnen zaagt Thomas alle onderdelen op maat. De uiteinden van het framewerk worden mooi rond en hij boort gaten in de latten aan de binnenkant van het framewerk. Daarna is het een kwestie van lijmen. En dan de laatste, en die is een stuk langer dan die andere, want die steekt er ook doorheen. Die komt dan weer in het frame, waardoor die dan straks kan scharnieren. Hij is af. Althans, bijna. Kijk, je moet het zo zien. Dit gedeelte komt dus tegen de muur aan. Zet ik vast en deze klapt open tegen de binnenwand van de kast en dan blijft hij zo staan. Een wasrek is meestal niet het fraaiste item in huis, maar door hem zelf te maken en een passende kleur te geven, kan zo'n rek er ook gewoon mooi uitzien. Wil je zelf ook zo'n handig wasrek maken? Kijk dan op eigenhuisentuin.nl